Ja, man of the match, iedereen loopt met je weg hier. De trainer pleit zelfs voor een standbeeld, Bram Castro. Ja, is misschien een beetje overdreven, maar goed. Vooral blij met de overwinning. En als je een seizoen kan starten met 3 punten, en zeker in een thuiswedstrijd tegen Ajax, wat denk ik niemand verwacht, de buitenwereld niet, is het gewoon heel mooi dat we dat hebben kunnen doen. Het is ook een heerlijke wedstrijd voor een keeper. Je hebt veel te doen gehad. Ja, natuurlijk. Ja, ik zei net ook al, als je een wedstrijd van Ajax wil winnen, dan moet iedereen top zijn. En dan begint bij de keeper tot de spits. En dan moet iedereen de longen uit zijn lijf lopen en de vervechten. En dan nog op het juiste moment scherp zijn. En Brentley een mooi doelpunt maken, Paul een mooi doelpunt. En ik moet dan af en toe reddingen doen. Anders kan je niet winnen van zo'n ploeg als Heracles zijnde. En daarom is het gewoon 2 keer zo mooi dat we hier 3 punten hebben. Ja, in de eerste helft stonden jullie onder druk, maar eigenlijk heel veel kansen heeft Ajax niet gehad. Eigenlijk eentje door een foute uitworp van jou. Ja, van Kluivert, ja, die ik iets te diep gooi. Ja. Maar ja, dat is dan ook weer het gevaar natuurlijk. Je probeert in de omschakeling snel voor een kans te creëren. En dan moet je soms risico nemen. En ja, dan is het tikkeltje wat je dan verkeerd gooit, kan het bij ons erin liggen. Dan moet je alert op zijn. En ja, gelukkig is dat niet gebeurd. In de tweede helft heb je echt een paar prachtige reddingen. Had je ook zoiets van, er gaat geen muisje meer door vandaag? Ja, eigenlijk is het raar, maar na de 0-1 van hun had ik het gevoel dat we meer in de wedstrijd kwamen. Dat kwam ook denk ik vrij snel op 1-1. En dan zag je dat zij misschien te geforceerd naar die 2-1 gingen zoeken en dat er heel veel ruimte kwam van ons. En dat er echt in de omschakeling echt zoveel ruimte lag. En daar hebben we een aantal keren goed van kunnen profiteren, maar uiteindelijk ook nog een mooi doelpunt. Ja, want ik dacht, Ajax, wat doe je nu? Dit is kamikaze, zeker met Kuwas op de zijkanten. Peterson die dan nog fris invalt. Ja, zij gingen het risico nemen om met 3 achterin te spelen. Dus ja, waarom? Moet je aan hun trainer vragen natuurlijk waarom dat ze dat doen. Ik denk dat ze ons niet erg. Ja, achteraf gezien niet natuurlijk. Ik denk dat ze ons een beetje wouden verrassen met het systeem om te gooien. En met Huntelaar in de spits te gooien. En dan een centrale verdediger eraf te halen. En viergever naar links door te sturen. Maar ja, goed. Ja, dat is nu in ons voordeel uitgevallen. Ja, we hebben deze zomer al vaker gesproken. Boek A, Gent is helemaal dicht. Maar heb je er nog een beetje over nagedacht vanavond of niet? Want ja... Dat je dan zo terugkeert bij Heracles en dan meteen mag winnen van Ajax. Voor het eerst sinds jaren weer. Ja, nee, ik heb echt niet meer. Ik heb een week extra vakantie gehad van de technische staf. En daarna heb ik gewoon de voorbereiding opgepakt. En heb ik het ook zo snel mogelijk proberen achter mij te laten. En ik denk 2-3 weken geleden heb ik die knop omgezet en toegewerkt naar Ajax. En heb ik er ook niet meer over nagedacht of stilgestaan. Ik ga deze overwinning gauw vieren. Want ja, dit is... Wel het zoet wat je niet veel vaker zult proeven dit seizoen. Zo'n overwinning op zo'n titelfavoriet. Nee, maar ja, nu is het aan ons om het vervolg te geven en de lijn door te trekken. En tonen dat dit geen eenmalig iets was. Dankjewel.